Na het neerstorten van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014 heeft Oekraïne de onderzoeksraad voor veiligheid verzocht de leiding te nemen in het onderzoek. Na de crash was het vanwege de veiligheidssituatie in Oost-Oekraïne niet mogelijk om in het crashgebied onderzoek te doen aan de vrakstukken. De onderzoeksraad heeft daarom besloten om, zodra het veilig genoeg was, de meest belangrijke wrakstukken te bergen en voor onderzoek naar Nederland te brengen. Na een lange periode van voorbereiding is op zondag 16 november gestart met de berging. De wrakstukken zijn met diepladers vanaf de crashsite naar een klein station in de buurt gebracht en daar overgeladen in treinwagons. Uiteindelijk zijn twaalf treinwagons en twee diepladers met wrakstukken naar de stad Garko vervoerd. Onder leiding van de onderzoeksraad zijn de wrakstukken daar opnieuw geregistreerd en gereed gemaakt voor transport naar Nederland. Aangekomen op de luchtmachtbasis Gilserijen zijn alle wrakstukken volgens een vaste procedure gecontroleerd, geregistreerd en gefotografeerd. Onderzoekers hebben vervolgens die vrakststukken geselecteerd die nodig zijn voor het onderzoek naar de toedracht van de ramp. Op de luchtmachtbasis heeft het onderzoeksteam verschillende ruimtes in gebruik genomen. De meeste vrakstukken liggen in twee shelters. Dit zijn de vrakststukken die op dit moment niet nodig zijn voor het onderzoek. In een hangar zijn de vrakstukken verzameld die nader worden onderzocht en mogelijk worden gebruikt voor de latere reconstructie. Dit is gebeurd in nauw overleg met het Openbaar Ministerie, omdat er in de hangar naast het luchtvaartonderzoek ook forensisch onderzoek plaatsvindt. In de hangar hebben de onderzoekers de contouren van de Boeing op de vloer uitgetekend. Binnen deze contouren zijn de vrakstukken neergelegd die verder onderzocht moeten worden. Het gaat om delen van de cockpit, de business class, maar ook één motor en delen van de linkervleugel. Luchtvaartonderzoekers uit de landen die betrokken zijn bij het internationale onderzoek naar de toedracht van de crash hebben in februari onder meer breukvlakonderzoek, onderzoek naar faalmechanismen en onderzoek naar de inslagpatronen gedaan. Nadat de nabestaanden van de slachtoffers van de ramp begin maart de wrakstukken hebben bekeken, wordt gestart met de driedimensionale reconstructie van een gedeelte van het vliegtuig. Het is de bedoeling om de buitenzijde van de cockpit en een gedeelte van de business class te reconstrueren.